Ik ga jullie heel kort een tip geven. Ik ga jullie iets vertellen over wat belangrijk is als je wil gaan zingen of als je gezongen hebt. Allereerst is het natuurlijk voordat je begint super belangrijk dat je een warming-up doet. Een warming-up voor je stem kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Misschien heb je er al wel een paar voorbij zien komen op de website van mijn collega's. En misschien doe je dat al super goed. Daarnaast, als je gezongen hebt, is het ook misschien nog wel net zo belangrijk dat je een cooling down doet. En een cooling down voor je stem is eigenlijk een beetje hetzelfde als een warming up, alleen moet je niet meer zoveel van je stem gaan vragen. Dus je gaat niet extreem hoog, je probeert je stem op een verantwoorde manier weer terug te brengen. Hè? Dus even die massage te geven. En dat kan je doen door lip trill, dus brrr, of door het neurien. Maak een toonladdertje. Zorg ervoor dat je stem zich weer kan herstellen. En dat eigenlijk een beetje het slijmlaagje wat op je stembanden zit zich weer herstelt of weer terugkomt. Dat was mijn tip. En mocht je wel nog heel veel last hebben gehad na het zingen, en dan vinden we dat met dit weer natuurlijk extra fijn, eet een lekker ijsje. Ijs zorgt als een soort van coolpack ook iets, hè, doet ook iets voor je stem. Ik hoop dat je wat aan mijn tip hebt en wie weet zie ik je bij Zangles. Doei!